een shelter. Een soort veiligheid. Je bent echt ontsloten. Gezicht vooruit. En je kunt lekker staan mijmeren. Met twee borsten in je rug. Dat is wel lekker. Deze keer in Kunst om de Hoek zijn we in Oost-Brabant en hebben we het over een kunstroute. Conservator Piet de Jonge en directeur Antoine Achten die kwamen, al pratend over de traditie van kapelletjes, op het idee van de kapellenbaan. Dus we hebben eigenlijk die traditie geadopteerd en vervolgens ontdaan van hun katholieke functie. Maar en weer geladen met meer hedendaagse behoeftes, rust, stilte, contemplatie. En zijn kunstenaars gaan vragen om een hedendaags object te ontwerpen wat gaat over die thema's en in die traditie staat. En daar komen dan een soort nieuwerwetse kapellen uit, zoals het werk van Sachi Miyachi. Dit werk heet Kloostergang, dat komt eigenlijk vrij dicht bij het katholieke. De kloosters hebben vaak een ommuurde binnengang, om een tuin vaak, waar monniken, zusters hun rondjes liepen. Het kunstwerk is in de vorm van een liggende acht en je kan er dus rondjes inlopen. En rustig is je innerlijke ik overdenken. Ik ben ook wel heel benieuwd op mensen wat ze beleven. Maar het gaat denk ik wel heel erg, al die werken gaan heel erg over even niks. Misschien moeten ze wel niks denken. Dat is ook wel eens mooi. Even uit. Dit werk van Maria Rozen heet Shelter. Shelter Sint Agatha. Staat in de kloostertuin van het Kruisherenklooster in Sint Agatha. Het oudste permanent bewoonde klooster van Nederland. 600 jaar dit jaar. En eigenlijk Shelter niet alleen een eenpersoons kapel. Het is een soort veilige plek waar je in kunt gaan staan. Het is ook een ode aan Sint Agatha. In de vrouwfiguur zie je twee borsten verwerkt. Sint Agatha was de eerste martelares uit de katholieke kerk, vrouwelijke martelares. Zij werd tijdens de vervolging van christenen door de Romeinen, de Romeinse keizers, werd zij gemarteld, werden haar borsten afgesneden. Sindsdien wordt ze eigenlijk in de iconografie afgebeeld met haar borsten op een zilveren dienblad. Een shelter, een soort veiligheid. Je bent echt ontsloten, gezicht vooruit. En je kunt lekker staan mijmeren. De route heeft nu 3 kunstwerken. De 4e is op komst. En als het aan Antoine ligt, dan staat er over 1 jaar of 5 een 10-tal werken. En dan hoop ik er heel veel blije fietsers op mooie dagen. Want wandelen en fietsen is hier geweldig. Dat is een van de mooiste plekken in Nederland waar je dat kunt doen.